Hey mensen! Lekker snacks naar binnen douwen. Oh, altijd lekker, maar soms ook irritant. Dit zijn 10 irritaties in de snackbar. Goedemiddag. 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 Zegt u het maar. Wat raadt u aan? Poh, ja, dat vind ik lastig te zeggen. Je zou denken, oh, die werkt in een snackbar, dus die eet zelf heel veel snacks. Maar ik eet nooit meer snacks. Nee, dat is zo. Als je lang in een snackbar werkt, heb je geen zin meer in snacks. Oh, nou, in dat geval kan ik hier misschien komen werken. Ik heb echt iedere dag zin in snacks. Waar kom je vandaan? Gijsteren. Nou, dan houd het op. Ik neem alleen maar Mexicano's aan. Maar goed, alle gekheid op het satéstokje. Wat wil je? Ja... Ik weet niet, ik vind het nog steeds heel lastig. Er is echt zoveel keuzes. Nou, dan wacht ik wel even. Laat me weten als je eruit bent. Ja. Keuze gemaakt? Ja, ik wil graag een kaasfrikandel. Dat hebben we niet. Oh. Wat? Jongeman, wat mag het zijn? Ja, mag ik 4 friet speciaal? 4 frietjes speciaal! Ja, mag ik 3 kroketten? 3 kroketjes! 3 frikandel XXL. 3 frikandel XXL! 4 bamischijf. 4 bamischijfjes! En een loempiedel. En een loempiedel! Dat was het. En 2 kaasvlees. 2 kaasvlees! Ja... Groot gezin, kinderen, vrouwtje, dus... Hey Rick, hoe is het? Ik hoorde van je moeder dat je nog steeds vrijgezel was. Hij wel een beetje sneu dat je niet op mijn rep gehad sinds mijn zus en dat was groep 6. Hey, doe jij, gaan we chickies fixen. Wie de f*** was dat? Ik heb hem nooit gezien. Een loser. Chickies fixen! Hoi. Ben je er weer? Ja, ik zei het dat ik voor snacks hield. En wie is dat dan? Ja, dat is mijn vriend. Hij is echt een expert in snacks. Een expert. In snacks. Weet je hoe je jezelf dan zou moeten noemen? De snackspert. Zo heet ik al. Oh. Nou, genoeg lul. Ik kom hier om je snacks te recenseren. Doe mij maar een frikandel speciaal. Ja, en ik wil graag... Ja, natuurlijk. Komt eraan. Dat wordt de beste frikandel die je ooit gerecenseerd hebt. Ga lekker zitten. Ga lekker zitten. Maar... Ga lekker zitten. Et voilà, une fricandelle spéciale. Oh ja, zo werkt dat altijd, hè? Eerst innemen, dan uitspuwen, net als bij goede wijn. Dat is bij goede wijn? Dit is een frikandel speciaal met ketchup. Dit wordt gewoon sowieso een min 1 ster op mijn Instagram. Kom Rick, we gaan. Mike. We gaan! Oké. Je hebt toch niet weer die snackvriend van je meegenomen, hè? Nee, ik ben alleen vandaag. Oh, gelukkig. Zeg het maar. Een frietje mayo. Dat was het. Wat is er met jou aan de hand dan? Ben je op dieet? Is je geld op? Nee, niks. Nee, ik vind 1 frietje eigenlijk wel genoeg als ontbijt. Oké, frietje mayo. Kijk eens aan. Frietje mayo, alsjeblieft. Waar is de frisdrank? Oh ja, tuurlijk. Ben ik helemaal vergeten. Komt eraan. Oh, daar is de friet. Hoi, lang niet meer gezien. Ja,
Mag ik een ragouzi? Die is op. Doe dan maar een chasselik. Die is over datum, want niemand bestelt die. Oh. Frikandel? Nee, ik wil wel eens een keer wat anders proberen. Ik ben echt gek op verandering. Dat is te zien aan je kleding, ja. En wat is dat? Ja, een of andere zielige droeftoeter, een YouTuber of zo, een influenza. En die heeft dan zijn eigen snack uitgebracht. Hoe moet je die kop zien, man? Ik moet kotsen van dat dunne koppie. Vies, man. Hoi, ik kom de Vega Loempidel bestellen. Gaat het? Gaat het? Dat is Denkel. Zo, kijk eens aan. Lekker een treetje met z'n... Niet jij weer. Ik geef je nog een tweede kans. Oh, gelukkig. Daar is je koketje. Oh ja, zo werkt dat, hè. Eerst innemen, dan uitspugen, net als bij goede wijn. Nee, jouw kroket is veel te heet, man. Mijn smaakpapillen zijn ook verbrand. Weet je hoeveel die smaakpapillen waard zijn? Ik kan ook helemaal geen geld meer verdienen met Instagram posts. Verdomme nou! Oh, maar meneer, mijn... Het stinkt hier. Ruik je dat ook? Ja, vanille en bloemetjes. Dat is mijn parfum. Nee, ik bedoel, het ruikt hier nogal naar oud vet. Ja, gadverdamme, ja, het ruikt naar bejaarden. Hé, oma, wegwezen hier! Het ruikt naar uw oude vet! Nee, ik bedoel dat het ruikt alsof het frituurvet er nogal lang in ligt. Oh, Hi. Ik kom een bestelling ophalen op naam van Rick. Hoi Rick. Hoe weet je mijn naam? Dat zeg je net zelf. En je naam rijmt op Cytostick, dus dat onthoud ik wel. Even zien. Kijk eens. Ja, dank. Weet je zeker dat dat mijn bestelling is? Ja. Oh, wacht. Er is nog wat. Rick, hè? Ja, Rick. Extra mayo, hè? Ja. Kijk eens, alsjeblieft. Ja, 4 kinderen thuis, hè. Groot gezin. Hé, hey Rick. Ik sprak je moeder gisteren weer. Hoor en ik, nog steeds vrijgezel sinds groep 6. Loser, ik ga mijn chickies fixen. Hey. Hallo. Goedemiddag, zegt u het maar. Mag ik een patatje speciaal, alsjeblieft? Een frietje speciaal, anders nog iets? Nee, een patatje speciaal. En dat zeg ik toch, een frietje speciaal? Nee, het is geen friet, het is patat. Het smaakt allemaal hetzelfde. Wil je nog friet of niet? Nee, ik wil graag een patatje bestellen. Maar weet je wat? Ga anders maar naar een andere frietent die jouw patat zoveel oprotten hier, man. Wegwezen. Ja, patat, meneer. Oprotten uit mijn frietkraam. Het is patatkraam. Werk jij hier? Nee, hier werken alleen Mexicaans, maar... Ik ben hier wel super vaak, hè? Dus ik mag dat zeggen, ja toch? Ja, ga maar snel, anders pak je met mijn berenklauw. Ja, later, loser. Ik hoop dat je stikt in jouw patat. Hé, hey, dat heb ik even mooi voor jou gefixt, hè? Oh, Rick, dat heb je netjes gedaan. Je hebt mij geholpen. Hé, hey, zou jij hier anders... Willen komen werken? Ja, ja, heel graag. Ik dacht, je vraagt het nooit. Nee, dat bedoel ik niet. Zou jij hier een bordje willen ophangen met wij serveren friet, patat kennen we niet, dan hebben we dit gezeik allemaal niet meer. Oh, ja. Dan leg ik de stiften, pak maar. Hoe lang zitten we hier al? Nou, geen idee, maar ik moet echt even mijn vriendin een appje sturen dat ik wat later thuis ben, want anders wordt ze echt helemaal pissig. Welke vriendin? Nou ja. Zo, oh, kijk eens aan, de snacks als... Oh nee, niet jij weer. Oh, rustig maar. Ik kom hier niet voor werk hoor. Ik zou bij Rick gaan eten en dit verstaat hij onder zelf koken. Oké. Smakelijk. Nee? Geen spugen? Nee, dit is gewoon prima te doen.
Niets mis mee. Ik wacht even hoor, want ik weet hoe dat gaat met dit soort video's. Dan denk je, oh, het is eindelijk positief, maar dan komt er toch nog een slechte eindgrap. Nee. Nee, in het script staat niet dat er nog iets gebeurt, dus dit was het. Echt? Foe! Kit, sta erop. Hey, wat doe jij nou? Wat? De camera staat toch uit? Waar maak je het druk, man? Jij bent niet eens een snackbar-eigenaar. Je hebt het niet eens zelf gefrituurd. Het is een filmopname. Alles is nep. Tjonge, jongen. Ik doe niet meer mee. Oké, talent omzet. Oh, met de camera! Goedemiddag. Dat was wel heel leuk. Ik was even heel snel. Oh, sorry. Nou, ik wil een patat bestellen. Bestellen? Ja, een patat bestellen, ja.